Ruud Enthoven, voorzitter van de Neel Giantje. Ja. Wij staan hier op deze boot en dit is een unieke ervaring, hè? Ja, dit is een unieke ervaring en ik denk dat heel veel mensen in Tiel en omgeving helemaal niet weten dat wij op donderdagavond, wij noemen dat de zogenaamde zwoele zomeravonden, voor 10 euro pp een uur kunnen meevaren met de Neel Giantje. Dus elke donderdag is er een opstap mogelijk in de haven. Er kunnen maximaal 12 mensen mee. En wij doen dat om de boot te onderhouden, want we hebben heel veel sponsors, gelukkig, kleine en grote. Maar de mensen kunnen ook genieten van de Neel Giantje. Een stukje Tiel, Oude Waal. Historie. Historie, geschiedenis. En er zijn heel weinig ouders die met hun kinderen komen. En af en toe een enkeling. Mensen weten het niet. En ja, misschien kunnen jullie daar wat aan doen. Ja, dit moeten ze gewoon weten. Nou, schreeuw het dan van de daken. Ja. Want deze boot moet er gewoon in het water blijven. Nou ja, deze moet blijven varen in principe. En onderhouden worden. En onderhouden, maar hij moet bewaard blijven voor het nageslacht. Dus ik schreeuw het nu maar niet van de daken, maar van de boot. Mensen, kom, maar je kunt ook inschrijven. Ik bedoel, je kunt deze boot huren op elk moment van de week in principe. Wij zorgen voor bemanning. En je betaalt daarvoor minimaal 2 uur varen, dat is 180 euro. En dan kun je met 12 vrienden, kennissen, familieleden genieten varen van de Waal en van de boot? Ja, van alles. En je kunt naar de uiterwaarden, kunnen in de uiterwaarden, mits de weersomstandigheden of de wateromstandigheden er zijn. Die mogelijkheden zijn er allemaal. Met de doelstelling voor ons, wij proberen geld te sprokkelen om het schip voor het nageslacht te bewaren. Mevrouw van Dinteren, wij zitten hier op de Neeltje Jantje en dat is voor u oude tijden die nu herleven. Want wat betekent deze boot voor u? Ja, wel een herinnering van vroeger. Een herinnering? Ja, dan mochten wij weer op vakantie bij mijn tante. Want deze boot was bij u in de familie bezit? Ja, die was van mijn tante en mijn oom, ja. En die was in het bezit van hun. Ja. En dan mochten wij in de vakantie, mijn vriendin en ik en mijn zusje, hier op vakantie komen bij mijn tante. Maar die lag dan in Dodewaard, niet hier in Tiel. En dan daar lagen ze gewoon te vissen midden op de Waal. Ja, deze boot is altijd de vissersboot. Dus wij sliepen dan aan de rechtse kant en de linkse kant sliepen tante en mijn oom. Maar er waren geen stapelbedden toen bij ons. Dus ik denk dat we toch samen ingepropt zijn. Ik weet het. Dat kon gewoon. Dat kon allemaal, ja. Ja, ja. En ook die bankjes erlangs en die kastjes erlangs. Dat is allemaal precies hetzelfde gebleven. Ja. Hoe zagen die dagen destijds op de boot eruit? Wat deed u? Handwerken. Handwerken? Altijd gehandwerkt, ja. Ja, altijd gehandwerkt. Dus dat ging mee van huis? Ja, dat was dan een verrassing voor mijn moeder. Als ik terugkwam, dan moest ik een kleedje geborduurd hebben. Of een kleedje, ik zeg net tegen mijn schoondochter. Ik heb de kleedjes nog liggen die ik toen gehakt heb. Dus dat is 65 jaar geleden, ja. Echt? Dat was dan, mijn tante deed ook veel handwerken. En dus, dat was dan, die stimuleerden ons natuurlijk. Of we hadden een truitje bij ons, die zaten we te breien. Ja, en dan zaten we hier rustig. Ja, het was op zich al een vakantie voor, ja. Een beetje zwemmen al? Nee. Ik kwam er niet in het water. Nee, we konden geen van alles zwemmen, dus dat gebeurde niet. Nee. En we waren zo gedwee toen die tijd. Nou zouden toch geen kinderen hier 14 dagen op zijn schokker kunnen laten zitten. Echt niet naar de wal als het kunt. Maar dit voelt goed dus? Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Goede herinneringen nog. De vaarttocht werd gehouden door de Stichting tot Behoud van de Waalschokker Neeltje Jantje. Deze stichting heeft tot doel deze boot in de oorspronkelijke staat te brengen en in de vaart te houden.